ben vrij in het duister. Ik denk dat het beter is als jij je spullen pakt. Ik weet zeker dat u er bent. Gewoon mensen, fotografen, journalisten. God voor die telefoon op. Hallo? Kunnen zoiets moois verzieken. Met die naam. Is mijn naam ook al niet goed? Nooit meer Marilyn Monroe. What's up, Doc? Dr. Greenson? Is het om deze vrij onbekende kant voor veel mensen van Marilyn te mogen laten zien aan het publiek? Ja, inderdaad. Het is goed dat je dat zegt. Ja, het gaat, Marilyn is natuurlijk altijd gezien als het icoon met de bekende foto's, met de jurken. En dat was ook toen ik natuurlijk het script aan deze was. Dacht ik, hè, ik? Ik bedoel, dan moet je mij überhaupt niet vragen om dat te mogen spelen. Maar Allard was gewoon heel duidelijk. Het gaat over de mens erachter. En het gaat over wat zij thuis voelt als niemand haar ziet. En dat beeld van in haar, bij haar thuis zijn, praten tegen die tape recorder, dat is iets waar destijds heel veel buren daadwerkelijk van getuigen zijn geweest. Dus dat beeld heeft de regisseur ook heel erg gebruikt. En dat is natuurlijk iets waar wij ons allemaal toe kunnen relateren, wat natuurlijk heel herkenbaar is. En af en toe krijg je een glimpje van de icoon Marilyn in de jurk of met het stemmetje of met een pose. Maar het gaat vooral om de mensen erachter en dat is natuurlijk gewoon wie wij zijn. En dat wordt niet verbloemd door een maniertjes of een manier van praten of dat wat de rest van de wereld van haar gemaakt heeft. Dus dat, ja, dat is heel mooi. Heel dicht bij jezelf eigenlijk. En hoe heb je daarop voorbereid? Nou, ik heb wel heel veel naar haar gekeken. Dus ook vooral veel filmpjes op YouTube staan heel veel van waar mensen over haar praten. Dus bijvoorbeeld Arthur Miller heeft een heel interview gegeven waarin hij over haar praat. En dan zegt hij bijvoorbeeld ook, she is everything. She's like a 7-year-old child. Weet je wel, ik weet niet of je een dochter hebt van 7 jaar, ik wel. Maar dan weet je, die doen alles. Boos, lief, verdrietig, snap je, gefrustreerd. Ja, en al die emoties zijn daar de hele tijd. En dat was voor mij een soort leidraad. Dat ik dacht, oh ja, zij was alles. Daar was geen, daar was niet ergens een restrictie op of zo. Dat ging alle kanten op bij haar. En dan hoe bekender ze werd, hoe erger dat ook werd. En alles moest binnen die gesloten deur. Dus ik heb vooral veel gekeken naar wat men vertelde over haar. En niet meer heel erg verdiept in hoe staat ze of hoe praat ze. Want dat was eigenlijk niet echt de bedoeling om dat te laten zien. Ja. Deze productie met z'n drietjes neer. Dat is behoorlijk wat rennen en vliegwerk. Ja. Hoe is dat? Nou, dat is ten eerste ontzettend leuk met deze twee dames. Want Brigitte, fantastisch. Ellen, fantastisch. En we klikten eigenlijk vanaf week 1 al. Dus dan is dat heel leuk om te doen met z'n drieën. Daarom ook wel extra eng. Want de eerste try-out toen daarna zei ik ook meteen van, nou, dit is het echt allerengste wat je kan bedenken. Want het is zo puur en kwetsbaar. Want het gaat over ons, wat wij er staan te doen. En dat is soms wel heel eng, ja. Ja. En je switcht ook best wel van type wat je speelt. Ja. Wat vind je het leukst of wat vind je het interessantst om te spelen? Het interessantst vind ik om Hendry te spelen, de grootste lijn. Maar dat verschil vind ik eigenlijk het leukste. Dus de ene moment dat je oploopt, voel je, heb ik dus heel erg bedacht over qua gevoel in lichaam. En de andere rol is veel meer op tekst. Of de andere rol is veel meer op handelingen. Dus dat is denk ik het allerleukste. Die verschillen aanbrengen. En als dat geloofwaardig wordt, daar hoop ik, daar werk ik heel hard voor. En dat zal waarschijnlijk tijdens het doen ook nog heel vaak veranderen. Maar dat is wel het allerleukste. Hoe is het om een kant van Marilyn, Norma Jean, te spelen die eigenlijk niet bestaat? Hoe bereid je je daarop voor? Ja, dat zeg ik eigenlijk altijd. Ik ga altijd van het script uit. Dat is mijn allereerste houvast. Als acteur heb je ook niet heel veel meer houvast. Dus wat de schrijver je aanbiedt, dat is voor mij heel belangrijk. En Allard Blom heeft heel veel aangeboden. Echt heel veel. En heerlijk. Kijk, ik krijg een drankje. Dank je wel. En als je zo'n rijkdom krijgt aan tekst en aan inzichten en aan zinnen, dan is dat heel fijn. Als actrice kan je dan lekker, nou, dan kan je echt aan het werk, zeg maar. Dat is het fijnste werk wat er is. Gewoon al die zinnen en denken en niet van kunnen slapen en iets uitproberen. Ja, dat vind ik het leukst. Ja. En jullie dragen de productie met z'n drietjes. Dat houdt dus in dat je naast je rol ook nog schakelt aan de rol van de moeder. En nog wat kleine bijrolletjes. Hoe is dat? Ja, leuk. Dat vind ik alleen maar heerlijk natuurlijk. Nou ja, in het begin worstel je daar wel mee. Want dan denk je, oh god, dan moet ik weer dit. Oh, dan moet ik weer dat. Maar als het eenmaal zit, is het heerlijk om te doen. Ja, ja, want als je naar de moeder gaat, dan verkleed je op het podium om. En heb je ook dan je schakel. Ja.
Is dat lastig? Of? Nee hoor, dat maakt helemaal niet uit. Of je nou je schakel achter het podium maakt of hier. Dat is, als je hem maar maakt, daar gaat het om. Je moet wel die schakel doen en voelen. Dus dat is wel belangrijk. Iedereen weet naar die vertoning wie dat is. Dus je denkt mij weg te sturen, mag ik even? Samen met jou, ja. Weet. Samen met jou. Marilyn Monroe en Jody Maggio gaan scheiden. Nu al? Nooit één film, maar 10 achter elkaar. Goed beschouwd is Marilyn niet veel meer dan een afgewezen junk. Doe je stikken? Doe je sterven? Verpletterd, vermorzeld, verpulverd in scherven.